Vandaag maken we een zuiders, maar vooral super lekker gerechtje varkenshaasje gevuld met pesto, polenta en vijgen. We gaan hiervoor dus varkenshaasje gebruiken, basilicum, polenta, parmezaanse kaas, verse vijgen hebben we ook nodig, een beetje marjolein en een heel klein beetje suiker voor onze vijgen. We beginnen met een soort pesto te maken van pistachenootjes. Daarvoor hebben we basilicum nodig, pistachenootjes en parmezaanse kaas. Een beetje olijfolie erbij en dat gaan we dan mixen totdat we echt een mooie pasta krijgen, een mooie groene pasta. En daarmee gaan we ons varkenshaasje opvullen en dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Je moet het varkenshaasje in twee snijden, maar niet helemaal tot beneden. En we maken er een soort varkenslapje van. En dat varkenslapje besmeren we helemaal met onze pesto van pistachenootjes. We rollen het varkenshaasje terug op en dan bind je het met een brideertouw terug mooi dicht, totdat je een soort gebraadje krijgt. Voilà, de varkensgebraad mag in een ovenschaal, een beetje olijfolie erboven, kruiden weer met peper en zout. En dat zetten we dan 45 minuutjes in een oven op 180 graden. Tijdens het bakken van het vlees kunnen we al een bouillon opzetten voor onze polenta. Polenta kan je eigenlijk maken met bouillon, maar ook met melk. Ik heb ook een pan op het vuur gezet met een klontje boter in om onze vijgen een beetje op te bakken. En de suiker in de vijgen gaat ervoor zorgen dat die al een klein beetje beginnen te karamelliseren. Maar om dat een klein duwtje te geven, strooien we daar ook een klein beetje bruine suiker of kandijsuiker bovenop. Dan nog een klein beetje pistachenootjes hakken voor de afwerking. En een paar blaadjes basilicum. En als de bouillon kookt, dan gieten we de polenta erbij. De juiste hoeveelheden staan perfect omschreven op het pakketje van de polenta. Afwerken met een klontje boter en parmezaanse kaas. Polenta is anders heel flauw van smaak, dus die parmezaan is echt wel welkom. Voilà, het vlees is gebakken. De brideertouw die mag eraf. En dan gaan we dat mooi snijden. Varkenshaasje mag nog een klein beetje rosé zijn, dat is veel sappiger. Daar komt onze polenta bij. Met de parmezaanse kaas in en dan werken we de polenta af met een klein beetje gedroogde marjolein. En dan strooien we onze vijgen daarover, gekarameliseerde vijgen. Nog een paar pistachenootjes en enkele blaadjes basilicum en dan hebben we echt een prachtige maaltijd. Varkenshaasje gevuld met pesto van pistachenootjes, gebakken vijgen en polenta met parmezaanse kaas. De juiste bereidingswijze, hoeveelheden of het receptje kan je altijd nalezen op onze site delhaize.be. Smakelijk! Delhaize. Goedkopen, goed eten.